Zeer goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus en daar heb ik mijn kerstverlichting. Ja, ik ben nu stukjes ervan aan het vertrekken naar mijn wijk toe. Maar mijn motje is er nog niet, dus ik ga tot vooraan eens rijden. Want ik moet opnieuw bij de Bruno's, bij de Panos langs. Ik heb weer al een broodje uit. Ja, want het is wel frisjes aan het worden. Dus we gaan dus tot aan vooraan rijden, terwijl is ook mijn vlog al in elkaar aan het steken. En dan kan ik die straks als ik thuis kom uploaden. Ik heb het dus geprobeerd zo te downloaden van een livestream. Even kijken als ik hem niet zie. Ah, hier. Voilà. Allee, hallo kijkers, ik ben al terug thuis op mijn appartementje. Ik heb mijn goede kameraad afgezet, dus mijn collega ook. Ja, ik heb een stilo opgeraapt. Die lag op de grond. Ik ben ook warm water aan het maken, dat horen jullie. Ze biedt dan ook nog de vlog uploaden. En dan zouden we naar Bea toe gaan voor samen naar familie te kijken. Want het wordt echt spannend in familie, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Echt heel veel. Eerst bandoleren. Dus dingen op de machine zetten, dat dat gebandoleerd kan worden. Dan het tweede job wat ik dan heb moeten doen zijn zo van die ringsjes. Pak 10 minuutjes controleren. Eerst ringsjes op bramen. Als er een braam is, ja, die is dan een afkeur. En dan op het laatste slagroombussen. Ja, dus je hebt een barcode. Ik ga eens even iets zoeken met een barcode. Heb ik hier iets van een barcode? Ja, ik heb hier iets. Dus ze leggen deze ketchup. Wat hebben ze dan gedaan? Waardoor dat wij terug opnieuw moesten controleren. Ik heb het jullie laten zien. Dus hier heb je die barcode. Die hebben dat dus zo doorgekrast. Dus gewoon recht. Maar die moesten dat zo doorkrassen. Maar ja, kan gebeuren, die fout, dus. Maar de fout is al rechtgezet. En nu ga ik wachten op Bea. Als ik een smsje aankrijg van, ja, je mocht vertrekken, dan doe ik dat ook. Terwijl ga ik ook even gewoon mijn vlog uploaden. Tot straks allemaal. Dus, het gaat niet zo goed bij mij. Ik ben back off, boe. Zo'n ene keer. In één keer een klop al om 7:30, mensen. 7:30. Het is al redelijk vroeg, hè? En het is hier fucking al warm. Ja, dat is mijn stopwoord. Fucking. Je ziet het, ik ben echt moe. Dus als ik nu thuis ga aankomen. Als ik bij mijn thuis aankom, kijk ik rechtstreeks mijn bedje in. Want ik hoor mijn bedje al roepen: Dimitri, Dimitri, kom mee opwarmen, kom mee opwarmen. Kom mee alsjeblieft opwarmen. Oké, dat is goed, ik kom jou opwarmen. Als ik nog 10 minuten tot een kwartier geduld heb. Ja, ik was al hier, maar we komen jou aankijken. Oh man, waar ben ik nu aangekomen al bij de record? De record krijgt nu een naamsverandering, dat gaat Troostwijk heten. Ja, de enige wat is dat. Oh, wat ook. Waarom ben ik zo moe? Oh, ik ben echt moe.
oranje. En dan is het hier direct rood, kijk maar. Ik ga niet op een minuut. Concentreren mensen aan de baan, want hier is een die bijna op twee rijvakken rijdt. Die was ook met de gsm bezig. Mannetjes. Kijk, ik ga nu 120 rijden. Kijk, hoeveel mensen dat er gaan voorbij steken. Je gaat de eerste zijn, want die ligt te komen dichter en dichter en dichter. Echt waar, sorry, ik hoop het eigenlijk. Gewoon, wanneer ik. Oh. Ik ben gewoon kapot. Echt waar, kapot, hè. Hoe vaak heb je dat nu weer gezegd, man, dat ik kapot ben? Oké, dus ja, jullie weten het. Ik ben moe. Ik ga slapen, dus ik zie jullie allemaal fris en wel morgen terug. Als ik ook thuis ben aangekomen, wat moet ik dan nog één ding doen? Dat is mijn schatje waarschuwen. Dat ik veel langer wel ben thuis ben aangekomen. En jawel mensen, jullie hebben het nu toch gezien, hè? Hoe moe dat ik ben. Ik kreeg bijna mijn zinnen niet afgezegd. En dan is het nog maar 4 graden. Oh ja, en dan ook nog wat hier plaats X komt fucking aan die boer af. Zeg, is het al op mijn plantage? Ik zeg ja. Waar gaan jullie zo snel naar hun familie kijken? Jawel, maar waarom doen jullie dat thuis niet? Omhoog van dat, ja, Bea mag niet bij mij thuis binnen. Alleen maar tijdens de weekenden. En dat moet heel snel geregeld worden met Dorien de... Het is Jolien. Ja, Jolien van... Ik wil nu zeggen... Zie daar, nu wil ik weer zeggen Jolien van Open Thuis. Nee, oh, echt waar, wow, mensen. Jolien? De sociale dienst van Cornium. Zo is het, ja. Daar moet ik eens naartoe bellen, want... Het is niet meer leuk. Daar dat ik ook zo moe ben in een keer. Dat, ja, de kou komt op mij en dan zit je rapper vermoeid. En dan neem je ook rapper afscheid van elkaar. Dat is ook wel niet leuk. Dus. Jolien. Ja, Jolien. Oh, mannetjes. Dus ik moet dus naar Jolien bellen. Morgen moet ik ook rechtstreeks bellen naar Bivel toe. Waarom? Ik denk dat ik mijn portefeuille daar achter heb gelaten. Ai, 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 ai. Daarom dat ik vandaag niet op Pokémon-jacht ben gegaan of zo. Voor geen stomme dingen te doen. Zat dat ergens de politie staat te controleren dat ik toch niet in de moeilijkheden ga komen.
oh man, ben ik nog aan het filmen, mensen. Oh, zie zelfs dat vergeet ik, dat af te ronden. Oh nee, dus mensen, ik ben thuis. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt, of een nieuwe video online komt, of een livestream. Sorry mensen, maar deze is echt op. Ik ga slapen. Wel, nog een kleine toevoeging aan mijn vlog, voordat ik ga slapen. Jullie weten dat ik op zoek was naar mijn portefeuille. Ik heb hem teruggevonden. Jee! Hij zat gewoon in een andere broek. Oeps. Dus ik heb blijkbaar in een andere broek aangedaan. Dus zo vermoeid was ik voor vandaag. Voor ook voor gaan te werken en al. Dus maar ja. Ik ga nu slapen. Ik ga de dood doen. Dus ik spreek jullie allemaal morgen weer.